Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 30 januari van Weerplaza. Vandaag was het een fraaie januaridag dankzij een hoogdrukgebied boven België. Het gaat geleidelijk aan veranderen, want een storing komt naderbij en dat bereikt ons vannacht. En morgen ziet het er dan anders uit met veel bewolking en van tijd tot tijd regen. En ook donderdag is de lucht nog onstabiel en vallen er geregeld buien. Maar vanavond blijft het nog lange tijd droog. De bewolking neemt wel in de loop van de avond toe. Het koelt af naar een graad of 2 in Groningen en 5 of 4 in het zuiden van het land. En vannacht bereikt het gebied met regen ons land. Het gaat het eerst regenen in Zeeland, Brabant en Limburg. En later vannacht wordt het ook in Groningen nat. En ook trekt de wind aan vanuit het zuidwesten. Morgen waait het stevig. Windkracht 6 of 7 langs de kust. Bovenland windkracht 5. In de ochtend is het grijs en regenachtig. In de middag klaart het van het westen uit op. Maar dan kan er ook nog een enkele bui vallen. Mogelijk met hagel, natte sneeuw en onweer. Met 7 tot 9 graden is het nog vrij zacht voor de laatste dag van januari. Dat gaat veranderen. Want donderdag, vrijdag en zaterdag wordt het in de middag hooguit 4 tot 7 graden. Het is erg wisselvallig. Donderdag vallen er geregeld buien met een winters karakter. Ook vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag blijft het vaker droog en neemt de wind geleidelijk aan af. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.